Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog van Casual Chic bij Virginie. Vandaag is het een beetje een speciale dag. We zijn vandaag alweer maandag. En ik ga vandaag naar de Tutti Chic boutique in de Stadsfeestzaal van Antwerpen op de Meer. Ik heb nu juist deze voormiddag school gehad. Allee ja, school, een beetje Spaanse les, omdat wij binnen 2 weken naar Barcelona gaan. En ja, ik ben nu ook aan het koken, want het was maar een halve dag school. En ik ben voor mezelf fishsticks aan het maken met spinaziepuree. De fishsticks. Dan ga ik mij klaarmaken, want ik denk tegen 2:30, 3:15 gaat mijn vriendje naar hier komen. Gaat hij mij oppikken en dan vertrekken wij naar Antwerpen. Dit is wat ik aan had om naar school te gaan. Een kleedje van Molly Brakken. En natuurlijk de Tutti Chic jeansjas opnieuw. Super mooi jasje, ik ben altijd super blij mee. Ik heb dat gekregen van mijn oma voor mijn verjaardag, Pasen en alles tezamen. Inoekski! Ja, mijn kleine baby. Ja, dit is de camera. Zij is hi. Hi, hi. Hier, kijk eens hier. Zij is hi. Ja. En Poponoekski, zij is hi. Hi. Het is nog altijd geen tijd. Papi kon ons nog altijd niet halen. Ik ga nog een beetje een vlog monteren. Noekske. Ja. Yeah. Dus ik ga nu nog een klein kwartiertje, 20 minuten nog wat monteren. Dan ga ik beslissen wat ik ga aandoen. Voor naar Tutti Chic te gaan. En... naar mijn mond. En dan ga ik mijn haar nog fixen, want het ziet er niet uit. Alright, de boyfriend is er bijna en dan vertrek ik dus naar Tutti Chic. Ik heb gewoon een simpel truitje van de H&M aan in het turquoise en een witte jeansbroek. Ik ga mijn nieuwe tasje meenemen die ik gekocht heb. Past er ook wel op, vind ik. Zo. Met de drinkfles Unicorn Tears. Dus zo ben ik dus helemaal fashionable gekleed. En het is ook in turquoise en niet roze. And I'm ready to go. En naar wie luistert ze weer alleen? Hi guys, it's a new day en ik ben bij mijn vriend thuis en ik ben nu aan het wachten terug op hem dat hij klaar is met werken en dan gaan we naar de IKEA. We hebben nog wat spulletjes nodig om zijn kamer proper te houden en af te werken en dan is het weer een perfecte boys room. Ik ga ook nog wat spullen meenemen voor bij mij thuis. En jullie ook tonen wat ik gekocht heb in de Tutti Chic bags. Alright, ik ben nu aan het wandelen eerst
Mijn love. Maar, beest. Die trekt echt super hard. Oké, Pipi, dat is snel. Ik heb zo een gevoel dat love gaat moeten kakken doen. En we gaan ons haasten dat we thuis zijn, want ik heb geen zakjes bij. En dat is echt een big ass problem. Oh, mijn haar. We gaan ons haasten zodat we voor papi thuis zijn. Oh no. Ze stopt. Oh no. Oeh. Het is gelukkig maar Pipi. Let's go home. Kom meisje, kom. Hebben we gekocht. 8 van die mooie flamingo glazen. Die zijn wel super tof van de IKEA. Zo. En dan nog gewoon 2 roze badmatjes voor in de badkamer. En ons. Hoe is het met jou? Komt hij zo nat uit? Waar hij zit, jong? Okay. Natuurlijk hebben we nog dingen gekocht, maar dat was voor mijn vriend zijn kamer. En hij had nog zo planken nodig en nog zo een opbrengbox en allemaal extra dingen. Love! Hij zei vuil, niet in mijn kamer, kom. Alright, first things first, ga ik nu tonen wat ik gekocht heb van Tutu Chic. Ik heb 2 nieuwe dingen gekocht en 1 dat er nog aankomt, maar dat is nog een verrassing. Maar ik ga jullie nu outfit nummer 1 tonen. Ziezo, this is what it looks like. Een dress. Met een spleten aan de zijkant. En dit is dus ook van Tutu Chic. Zo, perfect summer dress. Voor als ik naar Barcelona ga bijvoorbeeld, is het echt wel super mooi en perfect. Dan heb ik ook nog dit nieuwtje gekocht. Deze bag. Ziezo. Super makkelijk voor naar het strand te gaan. Voor handbagage in te steken of gewoon simpelweg om bij u te nemen en uw griep in te steken. En het is Fashionable Plus. Je hebt er een leuke sleutelhanger bij, handgemaakt. Dus vind ik ook echt wel super leuk. En ik ben heel blij met mijn aankopen. At the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. So we can fly away. We gotta make a decision. We leave tonight or live and die this way. Man's got a problem.
You live for the bottle, that's the way it is. His body's too old for working. His body's too young to look like his mama. Alright, ik ga hier afronden. My head looks so thick. Ik ga mij wassen en dan ga ik vroeg in mijn bedje kruipen samen met deze kleine Pitu. Ja, als jullie deze video leuk vonden, mogen jullie altijd thumbs up doen en abonneren op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik jullie dan terug in de volgende vlog, want de volgende vlog zal gaan over Barcelona. Yes, indeed. Dus, dan zie ik jullie dan terug. Bye! Jumping for labels.